デュエット16使いやすいな。5。快適だ。いや、これは丈夫だ。Tja, voor bureau-inrichtingen bezoekt u Lucas in Den Bosch, Brussel of Keulen. Popla is 1, 2, 3, 4, zacht maar met papier. Koning, keizer, admiraal, Popla kennen ze allemaal. 1, 2, 3, 4, sterk toiletpapier. O jee, we zijn de melk vergeten. Geen niks, laat dat maar aan mij over. Hallo Clara, even mondje open. Beetje Nesquik erbij. Roeren. En klaar is Clara. Alsjeblieft, de lekkerste chocolademelk. Nesquik, de lekkerste chocolademelk is een koud kunstje. Filipijnse president Marcos steeds meer in het nauw. 11 steden klunen naar de woensdag. Het eerste partijcongres onder Gorbachev. Goedenavond. Het bewind van de Filipijnse president Marcos is de afgelopen 24 uur nog meer aan het wankelen. Vooral omdat de Amerikaanse regering hem niet meer steunt. Maar ook in eigen land verliest hij steeds meer vaste grond onder de voeten. Vanavond heeft Marcos de noodtoestand uitgeroepen, maar het is zeer de vraag of hij die maatregelen wel kan laten uitvoeren. Het laatste nieuws hoort hij van onze medewerker Frans Nijhoff in de Filipijnse hoofdstad Manila. Over enkele uren, precies om 8 uur 's morgens in Manila, zal de oppositiepartij van Cory Aquino haar als president van de Filipijnen proclameren. Met als vicepresident Dali Laurel, die in de verkiezingsperiode als running mate fungeerde. Op hetzelfde tijdstip echter zal Marcos zich als president officieel laten inhuldigen. De Filipino's hebben dus over enkele uren 2 presidenten. Sinds afgelopen zaterdag, toen generaal Ramos zei het regime Marcos niet meer langer te steunen, leeft het Filipijnse volk onder een emotionele spanning. Die spanning bereikte vandaag een hoogtepunt toen Marcos dreigde het legerkamp Crame te zullen aanvallen, waar de opstandige generaal Ramos en de minister van Defensie, Juan Enril, door een eigen leger worden bewaakt. Naar schatting 2 miljoen Filipino's zijn naar het kamp gekomen om hun generaal en zijn soldaten tegen de tanks van Marcos te beschermen. Generaal Ramos deed een beroep op het leger van Marcos om na te denken over de gevolgen van een aanval. Buiten alle slachtoffers, al dus de generaal, moeten zij nadenken over de vrouwen die dan alleen zullen achterblijven. Ook het paleis van Marcos is een ware vesting. Ongeveer 3000 mensen probeerden vanmorgen door de prikkeldraadhekken waarmee het is afgezet te breken. Marcos' getrouwe militairen schoten enkele salvo's in de lucht om de betogers te verspreiden. Dit incident bij het paleis van Marcos was een van de vele in de zenuwenoorlog die nu in Manila plaatsvindt. Vooral bij dat paleis en bij het hoofdkwartier van de opstandelingen van generaal Ramos en ex-minister Enrile. Ramos maakte vandaag ook melding van een aanval op het vliegveld. Het gaat om een luchtmachtbasis naast het internationale burgervliegveld van Manila, dat door het incident korte tijd werd gesloten. De opstandige militairen vernielden 3 helikopters en een vrachtvliegtuig van dat deel van het leger dat Marcos trouw is gebleven. Steeds meer mensen lopen over naar het kamp van de opstandelingen. Onder hen de hele leiding van de Nationale Luchtvaartmaatschappij.
Ook de voormalige woordvoerder van de president, een van zijn belangrijkste politieke adviseurs, heeft de kant van het verzet gekozen. Maar ook anonieme overlopers worden in het hoofdkwartier van Ramos en Enrile hartelijk begroet, zoals de bemanning van deze helikopter. Elders in de stad werd strijd geleverd op kanaal 4, het officiële televisiestation van Marcos. Het gebouw werd door opstandelingen belaagd en na hevige gevechten uiteindelijk veroverd. En daarbij viel 1 dode. Tijdens de gevechten werd via kanaal 4 een persconferentie van president Marcos uitgezonden, waarin hij de onbetrouwbaarheid van Ramos wilde aantonen. I did not know that Ramos could be such a braggart and a liar. He says that we left the country. Here we are. These are all proof of the fact that they have now organized a revolutionary government. And they will be treated as rebels from now on. Midden in de uitzending viel het tv-station in handen van de opstandelingen. And articles in advance for vetting. No, we will now ask, well, that they do not publish any of these propaganda lies without... Even later werd het programma overgenomen door aanhangers van Ramos en Enrile. Channel 4 is on the air again to serve the people. Burgeroorlog per televisie. Het lijkt erop dat de strijd vooralsnog vooral via dit medium wordt uitgevochten. Beide partijen verschenen verschillende keren op de televisie om de steun van het volk op te eisen. Marcos kan inmiddels nog nauwelijks rekenen op steun uit Amerika. Men noemt hem daar nog steeds vriend en bondgenoot, maar de Amerikaanse woordvoerder Larry Speaks liet duidelijk weten dat Marcos moet opstappen. We felt it's important that we make our sentiments known directly to President Marcos in a frank and firm manner, so that he understands that we are urging a peaceful transition to a new government as the solution to the situation there. Wie niet horen wil, moet voelen. In de meest duidelijke termen laat Washington nu zijn oude vriend en bondgenoot Ferdinand Marcos weten dat het de hoogste tijd is om te vertrekken. Iedereen hier is ervan overtuigd dat aan het meer dan 20-jarige bewind van de Filipijnse leider een einde is gekomen. En dat het er nog slechts om gaat of hij goedschiks dan wel met bloedig geweld het veld ruimt. Om dat laatste te voorkomen dreigt Washington met onmiddellijke stopzetting van zijn aanzienlijke financiële steun aan het Marcos-regime. En ook laat Washington met grote nadruk weten dat het nog ten volle bereid is om de 68-jarige president en zijn familie alle hulp te geven hun land te verlaten. Zonder dat vertrek te verbinden aan de uitslag van de omstreden verkiezingen, die tenslotte ook de regering Reagan niet meer als legitiem beschouwt. Het besluit om Ferdinand Marcos te laten vallen werd genomen na een uitgebreide spoedvergadering van Amerika's eigen Veiligheidsraad, waarin de speciale afgezant voor de Filipijnen, Philip Habib, verslag deed van zijn bevindingen ter plaatse. De regering Reagan beschouwt de ontwikkelingen op de Filipijnen als uiterst explosief. En om daar de vinger aan de pols te houden, is het de bedoeling dat de ervaren diplomaat Habib nog deze week naar Manila terugkeert voor verdere besprekingen met de nu verschillende Filipijnse leiders. Niet voor niets bracht hier oud-minister Kissinger in herinnering dat het gebeuren in de Filipijnen een benauwende gelijkenis vertoont met Saigon 1963, toen de regering Kennedy haar steun verleende aan de coup tegen president Diem, waarna het drama Vietnam al gauw in een stroomversnelling raakte. En het leidt geen twijfel dat de periode na president Marcos, Ronald Reagan en de zijnen, thans de meeste zorgen baart. Haye Thomas was dat. Amerika heeft 35 gevechtsvliegtuigen die op een basis op de Filipijnen stonden naar Japan gevlogen. Maar een woordvoerder van de luchtmacht zei dat dat niets met de gespannen situatie heeft te maken. Het stond al maanden op het programma, want de landingsbaan moet worden vernieuwd, zo zei hij. En dan Nederland. In Friesland zijn de voorbereidingen voor de 14e Elfstedentocht in volle gang. De grootste knelpunten van de Elfstedentocht dit jaar zijn te vinden in Harlingen. IJsmeester Kroes doet de laatste metingen. Grootste probleem is het Van Haringsma-kanaal, waar zaterdag nog een schip doorgevaren is.
Met behulp van een brug kunnen de schaatsers hier woensdag het kanaal oversteken. Op het kanaaldeel waar wel gereden kan worden, zijn leerlingen van de kustvaartschool bezig met het wegkappen van de schotsen. Vanwege de vele zwakke plekken, zoals hier bij de jachthaven, krijgt Harlingen totaal 700 meter kluntraject. Hier ontbreekt de loopruimte voor de schaatsers en moeten de struiken plaatsmaken. We hebben een keuze gemaakt naar de alternatieven. En er is besloten om de oude route te handhaven, dezelfde route die we ook vorig jaar hebben aangehouden. Kimswert zal ook dit jaar weer in het middelpunt van de belangstelling staan. De wind en de eenden maken deze langste klunplaats noodzakelijk. Hier en daar gehinderd door de schotsen, wordt in de hele provincie alles wat glijdt en rijdt ingezet om de baan schoon te maken. Zoals hier bij Bart Lehim. Ingenieur Sipkema bekijkt intussen de actuele situatie vanuit de lucht. Maar de beste stuurlui staan nog altijd aan wal. Wat voor tocht wordt het? Een kluntocht. Het wordt wel een mooie tocht. Maar volgens de verwachtingen een strenge voorstand morgen dat er een hoop uitvallers komen. Want dan staven toeverspellers. Dus met de kennis hoor ik niet de kennis. Dat de helft wel afvalt voor staven. Het was vandaag erg rustig op het Elfstedentraject. En dat gaf de mensen die bij de voorbereidingen betrokken waren de gelegenheid om hun werk te doen. De baan wordt in gereedheid gebracht. De bruggen gaan omhoog, de mensen kunnen er langs. En van Friesland naar Den Haag. Een Zuid-Afrikaanse vakbondsdelegatie is vanmiddag ontvangen door minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken. Hem werd gevraagd de druk op Zuid-Afrika verder op te voeren. Van den Broek sprak ruim een uur met de Zuid-Afrikanen die op uitnodiging van het CNV ons land bezoeken. De vakbonden willen dat Europa hardere maatregelen neemt tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Maar minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken, die nu voorzitter is van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, kon ze niet helpen vanmiddag. Omdat Europa verdeeld is, zitten hardere strafmaatregelen er simpelweg niet in. En met die wat sombere conclusie verlieten de Zuid-Afrikanen wat teleurgesteld het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een economische boycott, zoals ook bij CNV en FNV zal worden bepleit verder deze week, zit er in Europa niet in. De beperkte sancties van vorig najaar waren het uiterste. We touched a bit on the problem of a consensus among the European communities. There is a difficulty in reaching a common decision. There is some progress, as we had seen that in the last year, the European Economic Community and the Luxembourg package had actually produced results which was not expected before. So you think that's a little step, but this little step is enough for South Africa in this moment? We certainly hope so. We believe that the steps taken by the European Economic Community as well as the Western world are having an effect. The only problem is that things are accelerating so fast in South Africa. We hope that even their measures will not be too little or too late. In Amsterdam is vanmiddag het startschot gegeven voor wat het grootste ondernemerscentrum in Europa moet worden. Nog voor de zomer zullen op een gedeelte van het terrein van het oude Wilhelmina Gasthuis 250 startende ondernemers hun bedrijf in één gebouw kunnen onderbrengen. Op zijn Amsterdams werd vanmiddag met sirenegeloei het startschot gegeven. 6 grote ondernemingen hebben met de gemeente Amsterdam dit bijzondere project opgezet. Binnen zijn de sporen van het ziekenhuisverleden nog niet helemaal uitgewist. Maar voor de zomer moet alles klaar zijn en dan kan het gebouw onderdak bieden aan 250 startende ondernemers. De belangstelling is volgens Job Creation, dat het project begeleidt, overweldigend. We verwachten 3.000 tot 4.000 aanmeldingen in de komende jaren. Zoals u ziet is het gebouw daar niet groot genoeg voor. 250 kunnen erin. Dus een strenge selectie moet plaatsvinden. 1 startende ondernemer heeft zijn plek al gevonden. En wel in de voormalige directie vertrekken van het ziekenhuis. Voor hem staan de voordelen vast. Punt 1 is de managementondersteuning van Job Creation. Punt 2, dat zijn de faciliteiten die in het gebouw worden aangebracht. Ik denk bijvoorbeeld aan kopieerfaciliteiten. Nummer 3, dat zijn de contacten tussen ondernemers onderling, waardoor nieuwe orders kunnen ontstaan en nieuwe bedrijfsactiviteiten.
werd vroeger gedacht dat een dergelijk gebouw uitermate geschikt was voor bewoning. Nu blijkt het nog meer geschikt te zijn voor startende ondernemers. De Sovjet-Unie heeft afwijzend gereageerd op het antwoord van president Reagan aan partijleider Gorbachev. In dat antwoord gaat Reagan in op de ontwapeningsplannen van de Russische partijleider. In een eerste reactie noemt het officiële persbureau TASS Reagans voorstellen een propagandalist, bedoeld om de aandacht van Gorbachevs plan af te leiden. TASS baseert zich op de perspublicaties over het antwoord van Reagan. Het officiële antwoord werd vandaag aan de Russen overhandigd door de Amerikaanse onderhandelaar Max Kampelman. Hij kwam naar de Russische missie in Genève voor een extra bijeenkomst in de ontwapeningsbesprekingen. Reagan stelt voor om in 3 jaar tijd de kruisraketten en SS-20's in Europa op te ruimen en in Azië het aantal Russische SS-20's flink omlaag te brengen. Het plan van Reagan stond gisteren al in de New York Times en daarop reageerde TASS. Op het officiële plan heeft het Kremlin nog niets laten horen. Maar dat komt ongetwijfeld aan de orde tijdens het 27e congres van de Communistische Partij dat morgen in Moskou begint. De duizenden partijafgevaardigden zijn de afgelopen dagen vanuit de hele Sovjet-Unie naar de Russische hoofdstad gereisd. Voor een congres dat hoge functionarissen van het Kremlin historisch noemen. Onze correspondent Raymond van den Boogaert sprak met een paar afgevaardigden. Wij stellen nu voor 3 van de 7000 afgevaardigden op het congres, allen van ver gekomen. Schaaphoedster Zaina Bishekieva, 30 jaar. En Djumash Esperov, al 11 jaar kolchozenvoorzitter. Beide vertegenwoordigen op het congres de Republiek Kirgizië, hoog gelegen in Centraal-Azië. Naast hen Bejan Gonashvili, met 29 jaar al directeur van een wijnsofgoze in de heuvelen van Georgië in de Caucasus. Wat verwachten zij van het 27e partijcongres? Is er vorig jaar, toen Mikhail Gorbachev partijleider werd, bij hen iets veranderd in de bergen? Что может измениться? Раньше было, значит, и так же, значит, программа нашей партии на длительный срок приняты же. De Georgiër heeft zijn eigen goede reden om trots te zijn op de nieuwe partijleiding. Для грузинской партийной организации это большая честь, чтобы нашего первого секретаря бывшего Эдуарда Амбросовича Шеварнадзе перевели министром иностранных дел Советского Союза, он сейчас членом бюро. En een boodschap voor de Nederlandse kijkers. Я от имени от советских людей, от имени солнечного Киргизстана, я передаю всем территорям, всем жителям Голландии, самое главное, это чистое мирное небо, чтобы все жили, мы жили в мире. Partijcongres hebben hier vaak een voornamelijk rituele functie, de wijding van de macht die in werkelijkheid berust bij het politbureau en de partijleider. Onder Lenin, voor 1924, waren er nog wel eens politieke debatten. Maar diens opvolger Stalin hield niet van debat en dus waren er weinig partijcongressen. Het beroemdste congres was dat van 1956, toen Khrushchev in een aanvankelijk geheim gehouden rede Stalin veroordeelde, morgen precies 30 jaar geleden. Onder Brezhnev waren de partijcongressen weer voornamelijk plechtige feesten, zoals hier het laatste in 1981. Bijna alle leiders die toen op het toneel als leider zaten, zijn nu aan de kant gezet of overleden. De nieuwe man Gorbachev lijkt het morgen beginnende congres te gaan gebruiken om zijn macht steviger te vestigen. Onder andere door het laten kiezen van een hem welgezind centraal comité. Misschien dat daarna er ook iets verandert in het leven in de bergen van Kirgizië en Georgië. En dan tot slot nog het weer. Naast flinke opklaringen waren er vandaag ook wolkenvelden. Na een nacht met strenge vorst lagen de middagtemperaturen tussen +2 en -4 graden.
In heel Noord- en West-Europa is het vriezend weer. Rond de Middellandse Zee is het inmiddels vrij zacht, met temperaturen tussen de 15 en 23 graden. Op de grens van warmte en kou, die loopt van Midden-Frankrijk tot over de noordkant van de Alpen, sneeuwt het plaatselijk. In deze situatie verandert voorlopig niet veel. Komende nacht en morgenochtend vriest het 8 tot 15 graden. Morgen overdag zijn er perioden met zon. Het blijft droog, de middagtemperatuur ligt rond of even onder nul. Voor de periode van woensdag tot en met zaterdag verwacht het KNMI 's nachts strenge tot matige vorst. 'S Middags temperaturen rond het vriespunt. Meest droog met af en toe zon. Tot zover dit 8 uur journaal. Nog een prettige avond.